Nooit meer zoenen. Oh. Nooit meer seks of nooit meer verliefd zijn. Ik ben onderweg naar de cast van All You Need Is Love, die ik mag gaan interviewen en die ik ook wat lastige view dilemmas mag gaan voorleggen. Niemand mag met kerst alleen zijn. All You Need Is Love. All You Need Is Love is het beroemde programma, maar het gaat heel erg hier over de liefde, over vriendschappen, over hoe mensen elkaar weer terugvinden. Ja. Dus het is van alles wat. Ja. Er is iemand op het werk die jij heel erg leuk vindt. Ja, ik vind het leuk. Sandra, heel leuk. Dilemma's. Nooit meer seks hebben of nooit meer bier drinken? Nooit meer bier drinken. Nooit meer zoenen of nooit meer bier drinken? Nooit meer zoenen. Oh! Je mag jezelf zeggen. Hey, even over jouw rol. Ja. Want het was een beetje een bijna misgelopen liefde. Ja. Ja, ik kom er nog net op tijd achter dat ik ergens een steek heb laten vallen. Dat was 25 jaar geleden geloof ik. 25 jaar geleden. Maar nu sta ik op het punt om dat geluk toch echt bij de kladden te grijpen. Geen bezoekers op je bruiloft of geen bezoekers op je begrafenis? Wat? Ja, begrafenis maak ik toch niet mee, dus ja. Precies. Jullie worden hartstikke verliefd op elkaar, toch? Ja. Ik werk als beveiliger in het hotel waar Remy, de beroemde rapper, slaapt. Op de dag dat hij daar aankomt, staat er een horde fans op hem te wachten. En ik begeleid dat. En dat gaat eigenlijk al meteen mis. Wat chill. Wat? En jij? Ik doe gewoon mijn werk. Nooit meer seks of nooit meer verliefd zijn? Dan toch nooit meer verliefd zijn. Dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Ja. Je hoeft niet per se verliefd te zijn. Ja, dat weet ik. Ja, kan je daar wat over vertellen? Wij zijn bezig met een jubileumuitzending. We zijn echt allemaal heel blij dat je weer aan het werk gaat. Dokter Love! Ik ga weg. Ik doe die kerstspecial niet. Sorry. Wat zeg je? Dit doe je me niet aan! Arten! Ik vond het heel leuk dat het een beetje een zagrijnige BN'er is die zijn gelovende liefde kwijt is. En dan uiteindelijk toch iemand ontmoet natuurlijk. Werk bij de televisie? Achter de schermen. Nee. Meen je dit nou? Ik presenteer All You Need Is Love. Nou, ik vond het heel leuk om haar te spelen omdat ze een totaal ander iemand is dan ik. Ze is sociaal niet heel makkelijk. En ze schuilt veel, ze drinkt veel en ze heeft heel veel schapen. Ja. Zijn liefdesverdriet. Ze moet hem overgeten. Klaar. Laatste, een lange afstandsrelatie of altijd alles samen moeten doen. En zeg jij het maar, Lonneke, wat gaan we doen? Een lange afstand. Eindhoven, Amsterdam. Precies, kan daarom prima. Is ook een lange afstand. Nou, het verbaast me dat toch heel veel mensen voor seks en bier kiezen. Wat blijkt, ben ik toch niet zo heel uitzonderlijk. Doei! Hi, ja. Jij bent Yvonne? Ja. Jaap, All You Need Is Love. Wat? Uw dochter, Eefje, die heeft... De liefde van je leven ontmoeten of 3 miljoen euro? 3 miljoen euro?